In Berghuizen wordt zondagmorgen heel officieel de Mariakerk aan de eredienst onttrokken. En dat betekent dat deze kerk voor de allerlaatste keer gebruikt wordt voor de sacramentele bediening. Alle sacramenten die worden overgebracht naar het Eucharistische Centrum hier in de stad Oldenzaal. En dat is hier de Plegelmusbasiliek. En dat wordt een plechtig moment, maar natuurlijk ook een droevig moment. Hè? Want het houdt op. Het aantal kerkgangers loopt sterk terug. Dat is in heel Nederland een situatie, dat heeft hier nog wel wat langer geduurd. Ik zou willen dat wij kerken zouden mogen openen, maar wij moeten de realiteit onder ogen zien dat er een grote ontkerkelijking heeft plaatsgevonden. Een secularisatie van mensen. Mensen zijn niet slechter geworden, maar mensen zijn wel anders in het leven gaan staan. En daar heeft de kerk een minder prominente rol bij ingenomen. We zijn tot de slotsom gekomen dat er een projectontwikkelaar is gevonden die het graag zou willen uitvoeren. Samen met de bewoners van Berghuizen om het gebouw in stand te houden. Een prachtig plan. Er komen zorgappartementen gedeeltelijk in het kerkgebouw, maar ook naar buiten toe gebouwd. Daar voorin heeft hij zelf ook gedacht van daar zou voor mij een prachtige locatie zijn. Maar ook bedrijfjes gerelateerd weer aan die zorg. We hebben een eigen ruimte voor in de toekomst waar wij rustig kunnen samenkomen, want vieren mogen we niet meer zeggen. Ja, en daar zijn we tevreden mee, dat we hier de mensen in Berghuizen kunnen blijven bedienen, zou je kunnen zeggen. We proberen met zoveel mogelijk van onze acolyte lectoren eigenlijk de viering op te luisteren. Ja, en ik kan mij voorstellen dat gevoelig ligt. Ja, ja, zeker. En persoonlijk ook. Dus als je dan afvraagt van wat voor rol heeft die Mariakerk gespeeld? Ik denk dat Berghuizen verbonden is met Maria. Ja. En we hebben nu twee Mariakapellen. En dat zal tot einde der tijdperken zullen daar één keer per jaar een Mariaviering worden gehouden. Daar kun je echt van uitgaan. Dat gaat gewoon door.